PSV A1 kent een moeizame start van het seizoen. Staat op plek 10, speelde één keer gelijk, won één keer en heeft dus 4 punten. Sparta kwam op bezoek en dat is de nummer 9. Ook met 4 punten. Maar het werd een hele levendige wedstrijd op de hertgang. Hier de eerste kans aanstaande via Da Veiga. Maar Jesse Bertrams redt goed. En dan de ploeg van Philip Cocu. Bakali met het steekpaasje op Alberto Antonio. Die haalt uit. Prima redding van Van Pelt. Moussa Sano komt nog inglijden. Maar Victor de Blok is net op tijd om voor Sparta redding te brengen. Eerste kans voor PSV om de score te openen. Alberto Antonio, aanspeelpunt centraal voorin met het schot. Dat gekraakt wordt, keeper zit er nog goed bij. De hoekschop zou niks opleveren voor PSV. Dan de gasten uit Rotterdam. Via de linkerkant, via Da Veiga. En via de mee opgekomen linksachter de Blok. Die mag aan een solo beginnen, kan zomaar doorlopen. Maar het rollertje vormt voor Bertrams geen probleem. Opvallend hoe hij zomaar door de verdediging van PSV mag soleren. 0-0 bij rust. Tweede helft met Bram van Vlerken aan de rechterkant. Ook zo'n aanvallend ingestelde verdediger. En Moussa Sano met de kans wil het laten aan Alberto Antonio. Maar die rekent er niet meer op. Dus gaat dit moment voorbij. Al blijft de bal nog in de ploeg via Bakali. Kappen draaien, strafschopgebied in. Hard schreeuwen, maar geen penalty. Niets aan de hand. Het schot van Noor, dat wordt geblokt. Dus kan Sparta eruit. PSV neemt snel weer over. Leemans. Van afstand op de vuisten van Van Pelt. En Bakali weer. Een leuke wedstrijd om naar te kijken, maar nog steeds geen goals. Alberto Antonio, dit keer uitgeweken naar links. De voorzet. Noor, bal van de lijn gehaald. En dus weer geen treffer. Rijvloed. En Sano helemaal vrij. Prima redding weer van Van Pelt. En Noor probeert het geplaatst te doen. Van Pelt, de keeper van Sparta, in 2 keer. We gaan dan naar het einde van de wedstrijd. Cocu gaat wisselen. Brengt onder andere Mouzaki en Mohamed Radji. En die krijgt hier de bal. Gaat lopen. Vindt Mouzaki. Kappen draaien. En bijna in de bovenhoek. Maar Davy van Pelt redt Sparta deze middag. Blijft staan die hoekschop. Indraaiend vanaf de linkerkant. Kopbal van Mouzaki. Van de lijn gehaald. En dus drukt PSV in de slotfase. Maar kan Sparta er nog één keer echt uit. Via Da Veiga op snelheid. Heezakkers erbij. Gaat er aan hangen. Bertrams komt eruit. Sparta claimt een strafschop. En als het schot van Bellazzani naast gaat, blijft het 0-0. En voegen beide teams een punt toe aan hun totaal. En dit zijn de uitslagen van de dit weekend gespeelde wedstrijden in de competitie voor A-junioren. Feyenoord wint bij NAC Breda met 4-2. Ajax verslaat AZ. Heerenveen en De Graafschap spelen gelijk. FC Utrecht wint van FC Groningen Cambuur. En ADO wint van Willem II RKC. De ploeg uit Den Haag blijft ook aan kop met 10 uit 5, gevolgd door Ajax en FC Twente. PSV staat op een 11e plek met 5 punten uit 4 duels.